Van harte gefeliciteerd, Wessel. Dank je. Nou, vertel eens, wat heb je gepresteerd daar in Los Angeles? Ik heb voor het open water zwemmen ben ik uitgekomen en heb ik medailles gehaald. Ja. Goud, zilver en brons, hè? Ja. Hoe was het daar in Amerika? Hartstikke leuk en heel erg spannend. Elke keer echt, gewoon echt, bijna heel erg veel zenuwen. Maar dankzij mijn coach en ik er wel, is het gedeeltelijk erdoor heen geslagen. Het mooiste is, wat ik mee heb gemaakt, is dat ik die gouden plaak. Maar ook, hoe heet dat, de hometown Fountain Valley. Dat was geweldig. Je werd echt helemaal, echt, dat was niet te beschrijven hoe prachtig en mooi je daar binnengehaald werd. Dat is de host waar je als gast dan tijdelijk even aan de tijd went. Want je hebt wel 9 uur verschil. Ja. En wat ga je nu doen eigenlijk, na al die successen? Ik denk eerst eventjes uitrusten. Ja. Nou, verder weet ik nog niet. Kijk wel wat er gebeurt. Je buren dragen je een goed hart toe, hè? Dat zie ik heel erg. Ja. En, ik ben zelf nu nog steeds onverdonderd. Ik ben helemaal van... Wat ik moet. Maar dat wordt een feestje, denk ik, hè? Dat wordt zeker een feestje. Nou, je hebt altijd getraind bij de Venen, hè? Altijd. Ik train nu officieel nog steeds bij de Venen. Het is daar altijd gezellig, altijd leuk. Het is echt een hartstikke topvereniging. Nou, ik zou zeggen feesten en rust lekker uit, hè? Dank je. Op 15 augustus, dat is volgende week, zaterdag, bestaat de Almeloze Wielenvereniging de Zwaluwe exact 85 jaar. En in 1984 zijn wij hier begonnen met deze wielenbaan. En die is helemaal gereconstrueerd. En ook het clubhuis is flink aangepakt, de kleedkamers, toiletten enzovoort. We zijn nog niet helemaal klaar, maar voor het oog is alles al bijna zichtbaar dat we echt een grote verandering hebben. De Zwaluwe heeft... Laten we het maar afronden, ongeveer 300 leden, waarvan ook een heel groot, substantieel deel jeugdleden. Want die de jeugd heeft, heeft de toekomst. En dat is in al die jaren al bij de Zwaluwe geweest. Hele jeugdige rennetjes, die toen helemaal niet bekend waren, zijn later groter geworden in de wielersport. Noem een paar voorbeelden. Bert Boom, maar dat is heel lang geleden. Ja. Stamsnijder, Jos Lammertink, ik noem er zomaar even 3. Gerben Leuwik, die is ook onze shirtsponsor. Die 85 jaar. En dat we hier de heropening hebben van deze baan. En dat heb je het niet alleen over datgene wat we dus op de straat zien, want dat is voor de renners onder ons. Maar ook het mountainbike parcours is aangepast, maar ook de belendende percelen. Dus als je ook ziet, hè, hiernaast, naast de baan, dat is allemaal opgeruimd. Ik vind het mooi, maar het heeft ook natuurlijk een bepaalde zorg. Het is een retentiebekken, maar dat is van het waterschap. Mm. Het waterschap heeft nog een verrassing voor alle mensen die er zaterdag zijn. Mm. Ik zeg nog niet wat, maar dat is een verrassing. Ja, het is geen verrassing meer. En ik heb nog een verrassing. En dat is gisteren gelukt. We hebben een dweilorkest van de studenten uit Enschede. Die gaan hier een beetje muziek maken. En de wethouder, Jan van Malen, mag het openen. En ik heb gezegd, je neemt de fiets maar mee. En de openingshandeling, hoe wil je het nou beter doen op een wielerbaan dan een stukje te laten fietsen. En daar bij de meet over de streep te gaan. En op dat moment is de wielerbaan heropend. Ja. Maar ik wil er wel even zeggen, het is natuurlijk allemaal niet zo heel erg... makkelijk meer in deze gemeente. Die heeft ook natuurlijk grote schulden enzovoort. Mm-hmm. En ik vind het toch knap dat de gemeente haar woord heeft gehouden. Jaren geleden zou dit wielencomplex weggaan naar de flexlocatie. Dat had ook te maken met een van de andere veranderingen bij het stadion van Heracles. Daar hebben ze toch een bedrag gereserveerd, omdat we allemaal natuurlijk terughoudend waren in ons onderhoud van de een en ander. En dat heb je ook, kon je ook zien, de baan en het clubhuis en dergelijke. En we hebben dus een financiële ondersteuning gehad voor het clubhuis. En ze hebben zelf... uitbesteed, weliswaar aan onderaannemers, maar ze hebben de hele baan flink aangepakt.
Jacco Vinke van Scoop. Het is hier een drukte van belang in het land, hè? Zeker, zeker. Er zijn nog heel veel kinderen met het warme weer aan de gang. Die hebben besloten om niet naar het zwembad te gaan en om nog lekker verder te timmeren aan hun hut. Er zijn ook een hele hoop vrijwilligers die meehelpen en dus elk jaar is het weer een groot feest. Het zijn helden, hè? Zeker weten, ja, zeker weten. Ja, ja. Zeg maar, hoeveel van die helden zijn er? Ik weet het op dit moment weet ik het niet, maar we zaten gisteren al over 400 inschrijvingen. Deze week is het wat rustiger vanwege het weer dat alle kanten opschiet. Maar vorige week zaten we al over de 100, gemiddeld 170. Gemiddeld 170, nou zeg. En niet alleen timmeren en op de vingers slaan, op de duimen slaan, maar ook andere dingen? Ja, er zijn elke dag, vanaf de derde dag zijn er elke dag andere ook extra activiteiten voor de kinderen die dat leuk vinden. Alles mag, niks hoeft wat dat betreft. Dus ja, er zijn altijd wel elke dag ook wel leuke andere dingen te doen. Zeg maar, als ik dat zo bekijk, hè, al die spijkers en al die planken en die hamers, hè, gebeuren er geen ongelukken? Nou, we hebben hele goede EHBO'ers hier rondlopen. En uiteraard gebeurt er wel eens wat. Hutten bouwen is niet ongevaarlijk, dat moeten we ook niet willen. Maar kinderen moeten ook leren om met gevaarlijke dingen om te gaan. Dus dat is, ja, dat moeten ze ook leren. Ja. Nou zijn sommige van deze bouwsels niet echt voor de eeuwigheid, hè? Nee, volgende week gaat alles in de brand. Ja. Maar ik bedoel maar, kan je er inderdaad veilig bovenop? Er lopen altijd twee technische mensen rond en die keuren de hutten. Dat heeft te maken met het feit dat het duidelijk is wie dat mag doen. Dus, en die doen een sticker op het hutnummer of ze wel of niet op het dak mogen. Dus die beslissen daarover. Nou zie ik overal nummers, hè? Maar is er nog een wedstrijd aan verbonden of zo? Ja, volgende week woensdag tijdens het sloophuttenfeest wordt altijd de mooiste hut en de beste samenwerking. En dan wat we kunnen bedenken voor leuke hutten, zeg maar, voor de leuke prijzen, die wordt uitgereikt. Ja, nou lopen hier niet alleen kinderen rond die heel hard timmeren, maar ook vrijwilligers, hè? Heb je daar een enig idee van hoeveel er zijn? Volgens mij zitten we nu op 42 vrijwilligers in totaal. Die zijn er niet elke dag allemaal, maar in totaal 42 vrijwilligers. Gijs Bosma, daar zit je toch mooi in een... wat is dat voor een ding? Dat is een trekker. Een trekker? Ja. Maar dat is niet je normale voertuig, hè? Nee, dat is niet mijn normale voertuig. Nee. Wat is dat dan wel? Een motocross. Ik sta nu tweede in het Twents kampioenschap. Tweede in het Twents. Hoe lang doe je dat al? Vanaf mijn derde. En hier zijn we hut aan het bouwen, omdat het in de buurt is. Ja. Ja. Je hebt ook nog een paar kameraden bij je, hè? En wie zijn dat? Dat is Thies en dat is Hugo. Dat is Thies en dat is Hugo, hè? En jullie hebben een hele mooie hut gebouwd. Hoe heet die? Het KTM-hut. De KTM. Wat betekent dat in vredesnaam? Dat is een Oostenrijks crossmotormerk waar ik al jaren op rij. Ah, een boerderij. Een boerderij? Oké. Nou jongens, veel succes. Ja, bedankt. We hebben meneer Frits Berghoff bereid gevonden om nog een keertje mee te gaan. En is in dit geval wel heel erg nodig, want we hebben het ons na Grote Straat Zuid maken we het ons nu toch heel erg moeilijk door de Korenmarkt te nemen. Want op de Korenmarkt is bijna niets meer wat nog op zijn oude plek staat. We beginnen hier bij het Centrumplein om aan te geven waar ongeveer het hotel van Houdens de Prins heeft gestaan. En ik denk dat daar meneer Berghoff, of Frits mag ik zeggen, hè? Dat Frits daar het meest van af weet. Ja. Kunt u dat vertellen? Zo ongeveer waar we hier staan, in het verlengde dus een beetje van Dutler, heeft dus voor de oorlog het hotel van Oost de Prins gestaan. Een zeer gerenommeerd hotel. Maar helaas, het is in de Tweede Wereldoorlog is het weggebombardeerd. Ja. En wat er overbleef in mijn jeugd, dat was een kaal pleintje. Nee. Voorzien van een, kan ik nog wel herinneren, van een grote brievenbus van het Rode Kruis. Kon je oude bladen in stoppen. Ja. En wat verderop keek je in de richting dus van Cuperus, de ledikantenman. Oh, ja. 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 Maar
dit loopt nu hier zo rechtdoor, hè? Maar dat bankgebouw, dat staat helemaal scheef eigenlijk ten opzichte van deze bebouwing. Ja. De Wierdense straat heeft anders gelopen, denk ik. Ja, de Wierdense straat liep vanaf het bankgebouw eigenlijk schuin hierdoor richting het oude verkeershuis. Ja, dat herinner ik me nog. En dan kon je vanaf afstand al het verkeershuis. Ja, dat was toen eenrichtingsverkeer, ja. Of eenrichtingsweg. Ik zeg verkeerd, enkele rijbaan. Enkele rijbaan. Ja. En later in de 60 jaren is het een dubbele rijbaan geworden. Zo zat het in elkaar. Ja, toen alles afgebroken is. Dus deze gebouwen staan allemaal schuin op de weg zoals die vroeger lag. Exact. Exact. En nu onderweg naar de Korenmarkt. We lopen dan door de, hoe heet dat hier trouwens? Galerij. De galerij. Ingang van V&D, Duttle, Hema, Livera. Allemaal winkels die hier aan liggen. Op zich is het in de winterdagen wel mooi. Volgens mij, Frits, zitten we ongeveer hier, maar... Cuperus is gewoon, ja, als we dit weg zouden kunnen denken en we zouden in die richting kijken, dan zouden we het pand van Cuperus zien. Ja. Nou, er is niks van te herkennen zo. Nee, en het liep ook een heel andere schuinte. En het liep schuin weg, we staan nu op de Korenmarkt. Tegenover mij zie je nog gebouwen die er vroeger ook al stonden. Twee stuks. En het oude verkeershuis en... even kijken, Bordevat en het pand van Pesi. En de rest is allemaal nieuw. Nee, die gebouwen. Ja, die twee heb ik opgenomen. Oh, die heb ik genoemd. Het gaat erom dat... In heel Almelo is het nog bekend als Botervat. Botervat. Dus niemand die het barbiertje noemt. En het is ook jammer dat ze de naam veranderd hebben. Maar dat is al een echt heel bekend oud. Ik denk dat het een van de oudste cafeetjes is van Almelo. Ja. Het lag er altijd helemaal ingeklemd. En daarnaast dus het bekende Jan Peesie-pand. Ja. Ja. Jan Peesie was dus de grote kledingman met zijn eigen merk. Pekal-kleding, ik kan het me nog herinneren. Het punt waar je dus hier tegenaan staat te kijken, dat is eigenlijk de punt van de grote straat. Dit was namelijk het kruispunt, waar nou een auto aankomt. Ja. Daar ging je hier rechtsaf, ging je dus de Wierdense straat op en dan stak je schuin over. Ja, ja. Dat is toch mooi. Maar na Ben Wesseling, en er zit nou Promis in, maar er zat toen toch nog weer iets anders in. Weet jij wat dat was? Jawel, dat was het, die drogisterij, Kruidvat. De Porsche ingezet en dus later de richting Grote Straat Noord gegaan. En nu zit de Promis in, een damesmodezaak. Ja, het is wel veranderd, het pand. Ja, het bovenstuk niet. Dus de bovenstuk is hetzelfde gebleven. Is exact gebleven. Onder is het wel veranderd. Ja. Dit is het van oudsher, is dit het raadhuis? Het oude raadhuis, ja. Het oude raadhuis. Is het begonnen als het raadhuis? Ja, zover ik weet is het begonnen als het oude raadhuis. Gemeentehuis. Gemeentehuis. En daar was vroeger aangepleisterd. Als ik het gestukken door. Ja, in mijn tijd in ieder geval wel. Oorspronkelijk is het zo gebouwd, ja. Nee, ja, het aangepleisterd, dat is zo'n modegril geweest, denk ik. In de jaren 20 zijn al die gebouwen zijn aangepleisterd, want dat was mooi. Het loop bijvoorbeeld was ook helemaal wit gepleisterd. Ja. En is nu ook weer hersteld. Ja. Op dit is met weer in de oude staat. Is dit zo is hij weer in de mooie oude staat, zoals het dus vroeger ook was. Schitterend mooi is het. En weet jij wanneer dat weer in de oude staat teruggebracht is? Nou, dat zal inmiddels alweer een jaar of 15 teruggeleden zijn. Ja. Het is dus gebouwd als gemeentehuis. En heeft er ook niet het politiebureau in gezeten? De politiebureau heeft erin gezeten. En volgens mij, wat ik me kan herinneren uit overlevering, heeft er ook nog een elektriciteitscentraal. Of de telefooncentrale heeft hier de telefooncentrale gezeten, heeft er ook nog in gezeten. Ja. En daarna de VVV? Daarna de VVV. Ja, toen werd het echt weer een horecabestemming. Ja, een bierbrouwerij. En toen, Klein bierbrouwerij. Ja. Een kleine bier met het Almeloze bier. Dat is, En toen werd het raadhuis. Ja, en nu is het omgetoverd tot wetshuis. Nou bij het pand van Ter Stal, dat is ook nieuw. En hier zat vroeger roggebroodbakken Kuipen. En daarna zat er een naaimachine. Naaimachine. Smol. En heeft mijn broer nog gewerkt. Kuipen, dat was al wel heel lang geleden, maar na de oorlog was het inderdaad Smol. Ja. Je kunt het ook aan de oude foto's eigenlijk zien, dat er dus eerst in de gevel stond er dus een reclame in van Kuiper. Ja. Wat later weer vervangen werd door Smol. De naaimachinewinkel. En toen Smol gesloopt is, want dat moest toen in één keer, moest dat Het is afgebrand. Ja. Oh, is het afgebrand? Het is afgebrand, ja. En toen hebben ze een schutting langs gezet. Ja.
En er werd allemaal rommel achter gegooid. Ja. En toen hebben ze dat veranderd in een plantsoentje. Weet je dat nog? Nou, dat weet ik niet exact. Wat ik mij beter kan herinneren, dus dat naast Smol, dus dat daar de sigarenzaak zat van Dick Nielander. Puin direct ernaast. Het had een etalage met een wat ronde bovenkant. Oh ja. Ja, ja, ja. Daarnaast zit dus weer dit oude pand, zoals het er nou nog staat, met de bovengevel van Berndsen. Interieur, antiek. Ja, daar zijn woonde vroeger de Bruggekade. Dat kan wel, maar dat kan ik mij niet herinneren. Dat is voor mijn tijd geweest. Ja, hiernaast. Waar Rot ik nog zit, daar heeft dus altijd hilarisch boekhandel hilarisch, in. Ja, van oudsher, hè? Een oud, schitterend pand. Dat is een heel mooi pand. Ja. Ik heb tenminste altijd prachtig gevonden. Ja. De boekhandel die is, dacht ik, verkocht aan die uit Hengelo. Broekhuis. En die zitten nu om de hoek. Die zitten nu om de hoek. En dit is, ongetwijfeld is dit vroeger ook een villa geweest van een of andere textiel. Naast Hilarius heeft daar Mulder Stoffenhuis gezeten. Maar dat is nu allemaal verboden. Ik herken het niet meer. Omdat daar om die hoek heen, zeg maar, ja, daar ging je ook, dat is allemaal verboden. Dat herken ik niet. Er staat nu ook een pand wat helemaal niet past bij een tuin. Maar daar haalden wij vroeger altijd de stof. Ja. Was het niet de vleet of heeft de vleet aan de andere kant gestaan? Dat zou ik niet weten, dat weet ik niet. En daarnaast zat dus een gang. Volgens mij was dat de Jan Muldersgang. Jan Muldersgang, ja. Dat is vroeger een riviertje geweest. En dan ging je dus, liep je door naar het kolkje heen. Ja. En ja, daarnaast staat het oude pand van Fotoboom. Fotoboom, ja. Ja, ja, ja. En die moesten toen af om de weg breder te maken. Om de weg breder te maken. En nu hebben ze weer iets neergezet wat nergens op lijkt, om exact de weg weer te smaller te maken. Exact. Hoe de grote straat gelopen heeft. Hij heeft hier zo helemaal een slinger gemaakt. En dan ging die pand van Pesi, dat stond ook aan de Wierense straat aan de zijkant. Ja. Ja, er kwam bed een specialist nog bij vooruit. Ja. Maar dan moet ongeveer hier Ludeking. Op deze plek zo ongeveer heeft Ludeking gestaan. Ja, ja. Ludeking zat precies om de hoek met zijn café en restaurant. Ja. Het is nog bekend geworden in de tijd van de braderie in Almelo. Op het dak. Ja, Jan en Marie. Johnny Jordaan en Willy Alberti. Willy Alberti, ja. Die stonden boven op het dak te zien. En er stond, hier stond alles zwart van het volk. Alles stond zwart van het volk. Ja, ja. Dat was even bizar. Heel moeilijk allemaal. En dan lopen we nu ongeveer op het trottoir bij Ludeking. Zo ongeveer. En als we dan zo schuinweg deze kant uitlopen, dan kreeg je naast Ludeking de sigarenzaak van Pookje Muller. Ja, en Veenstra, waar was dat weer voor een zaak? Dat was ook dus, Veenstra had dus die sigarenzaak overgenomen van Muller. Oh ja, ook sigaren. Ja. En daarnaast had je dus... Dus als we nou zo schuin doorlopen, dan kom je bij... Als we dan een paar meter doorlopen, dan zitten we ongeveer bij het pand van Van Oudste Prins, wat hij na de oorlog betrokken heeft. Ja. Weet je ook nog wie er voor de Oudste Prins is? Hè? Nee, ik heb geen idee. Ik heb me wel eens laten vertellen dat er mogelijkwijs een boekhandel in heeft gezeten. Ja, maar dat was na de tijd voor. En, dan, en naast Van Oudste Prins had je dus Henk Alberts met zijn schilderijen. Ja. Dat is heel bekend. Dat is nou waar Eetam zit. Ja, die deelde het portiek samen met Ten Hopen, met Klokken. Ja. En daarnaast had je de kantoorboekhandel van Veen, die later verhuisd is naar Grote Straat Zuid. En dan verder kreeg je op de hoek kantongericht. Ja. Grote gele gebouw. Het grote gele gebouw. Ja. Dat was een mooi gebouw. Ja, dat was een mooi gebouw. Rond gebouw. Het waren allemaal mooie panden eigenlijk. Het is dus eeuwig zonde dus dat het verdwenen is. Ja, is het ook. Want het is eigenlijk helemaal niks beter op geworden. Hè? Nee, absoluut niet.
I don't know any other way to show it's not getting any better. I think we both know that there's something wrong. And we keep holding on to the best days. Best days, yeah. Not saying I'm not sorry. Just looking for another you.